gaan naar de Nijmeger Mike Jansen, die vorige week door een agent pepperspray in zijn gezicht gespoten kreeg, terwijl hij al in de houtgreep lag. Hij heeft aangifte gedaan van mishandeling. Volgens het slachtoffer is de agent zijn boekje ernstig te buiten gegaan. Kijk even hoe het ook alweer ging. Hey, doe het normaal, joh. Ik ben duidelijk, ja? Hé, hey, luister. Ik ben duidelijk. Ik heb gezegd, als je niet meewerkt, wordt er geweld gebruikt. Je werkt niet mee. Jij hebt helemaal niks gezegd. Doe eens rustig. Hey, doe eens normaal, joh. Maak pepper hem wel. Hé, hey, wat die pepper? Hey, hoezo pepper hem wel? Doe maar om. Doe eens normaal, joh. Hé, hey, doe normaal, joh. Ik doe niks. Ik ga omdraaien. Goed zo. Andere hand. Jongen, 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 jongen. Maar Jansen, jij zit hier in het publiek. Vertel even heel kort. Jij hebt, geloof ik, pannenkoek geroepen naar deze agent. Ja, ik reed over de Waalkade en dan komt de agent rijdt tegen het verkeer in. Die maakt een paar handgebaren, dus ik stop. En ik zou daar een schijf of iets voor krijgen. Dus ik draai om en ik zeg pannenkoek. En dan begint het filmpje. Maar jij roept pannenkoek met een Nijmegens accent en dan denk je dat je ermee wegkomt. Dat was wel de bedoeling. Maar het was ook meer naar mijn maatje toe dan dat ik de agenten mee... Maar dit is wat je in je oog kreeg, was pepperspray? Het was geen water, nee. Nee, maar... Het was echt pepperspray. Maar dat doet toch verschrikkelijk veel pijn, want je blijft daar redelijk cool. Ja, een stukje adrenaline komt hierbij kijken en dan blijf je inderdaad best rustig. Maar wanneer je in het busje of later in de cel zit, dan ga je het zeer zeker voelen, ja. Maar ja, je hoort natuurlijk wel, jij roept nou pannenkoek naar mijn maatje geroepen, maar dat is natuurlijk het bekende verhaal, hè? Want dat heb je gewoon naar die agent geroepen. Nee, maar waarom zou ik zo'n ophef maken als ik weet dat ik iemand heb beledigd en dat ik het verdien? Dan ga ik dit niet zo landelijk spelen. Maar even pannenkoek naar roepen en naar een agent in Nijmegen, dat doen ze wel graag, denk ik. Ja, maar ik stond ook bij de pannenkoekenboot natuurlijk. Maar wat ga je nu doen? Waarom heb je aangifte gedaan? Aangifte van mishandeling en ook van het niet volgen van de ambtsinstructie. Daar staan bepaalde dingen over het pepperspray gebruiken en die zijn gewoon... daar is hij overheen gegaan, dus dat kan gewoon niet. Maar hoe bedoel je overheen gegaan? Wat heeft hij precies gedaan? Je mag niet binnen een meter pepperspray gebruiken, dat doet hij. Hij moet mij verwittigen als hij pepperspray gaat gebruiken en niet tegen zijn collega roepen van ik pepper hem wel. Dus dat zijn al meerdere dingen die hij heeft gebroken inderdaad. En allemaal voor het woord pannenkoek. Nou, pannenkoek, dankjewel. Alsjeblieft.